Goedemorgen, dit is Danny Beurlage van Wortel. Welkom bij het Office 365 webinar van dinsdagochtend 7 november. Wat ik al zeg, mijn naam is Danny Beurlage en mijn collega... Paul Keizers. Ja, ik heb er zin in. Ik ook, absoluut. De hele interface is veranderd, dus ik moet even kijken wat er nou allemaal anders is. Maar volgens mij komt het helemaal goed. Zoals het goed is, zie je nu zowel de presentatie als ons in beeld met de video. Goed, we hebben deze maand weer een hele hoop nieuwe aankondigingen voor jullie in petto. Na Ignite eigenlijk zie je dat al die dingen die aangekondigd zijn, nu langzaamaan daadwerkelijk ten tonele komen. En dan mogen we stilstaan. Absoluut, absoluut. Ik heb mooie dingen al gezien. Je ziet ook dat er nu uitgebreidere aankondigingen gedaan worden. Dus op Ignite hebben we het gehoord. En nu wordt het in veel blogs herschreven. En we hebben de verzameling daarvan gemaakt. Ja, en gelanceerd. Hè? De eerste functies komen langzaam nu echt beschikbaar. Dus dat is super tof. En ja, wat ik zeg, een webinar met een hele hoop nieuwe aankondigingen. En we hebben echt weer een selectie moeten maken. Omdat het eigenlijk overloopt. Mocht je nou vragen hebben tijdens het webinar, doe het alsjeblieft in het Q&A-venster. Super tof. Veel vragen is heel fijn, want dat maakt het lekker interactief. Na het webinar kan je natuurlijk ook altijd vragen stellen door of Paul of mijzelf een e-mailtje te sturen en we reageren daar doorgaans relatief snel op. Ja, en voor de rest wens ik iedereen veel plezier toe. Nou, Gouda, goedemorgen. Oké, laten we beginnen met wat kleine dingetjes. Het zijn wat kleine aanpassingen in Office, in de Office applicaties. En we hebben er heel veel gezien over de afgelopen maand. We behandelen er één of twee, omdat ze gewoon leuk zijn. Of omdat ze mooi zijn. Om ze allemaal individueel te behandelen, dan zouden we te lang bezig zijn in het webinar. De eerste is de Translator. En de Translator is een nieuwe toevoeging aan de laatste versie van Office. Uit mijn hoofd versie 1710. En die maakt het mogelijk om automatisch gehele documenten te vertalen naar een andere versie. Precies. Nou, volgens mij is het 1711 inmiddels. Oh, jeetje, 1711. 1710 had wat problemen. Ja. Dus daar zijn we al achter gekomen. Dus altijd up-to-date houden. Ja. Wat de applicatie eigenlijk doet, of wat de translator eigenlijk doet, is hij werkt op basis van Microsoft Artificial Intelligence, Cognitive Services. En hij neemt een document in taal A. Nadat je het gaat vertalen, vertaalt hij het letterlijk helemaal naar taal B. En dan kan je dat desbetreffende document vervolgens opslaan of er verder mee werken. Ik zou je aanraden om dat uitgebreid nog eventjes te controleren, want niet alles doet hij vlekkeloos. Maar er staat een enorm goede basis, moet ik zeggen. Is die nou ook beter als bijvoorbeeld de Google Translate? Nou ja, als ik in de markt hoor, ik werkte zelf altijd met Google Translate. Als ik in de markt hoor de kwaliteit van Bing, is die hoger dan de Google Translator. En dat komt met name omdat Bing heel erg veel geld geïnvesteerd heeft, of Microsoft heel erg veel geld geïnvesteerd heeft in de Translator APIs. En die heel lang, ik weet niet zeker of het nog steeds zo is, als API kosteloos ter beschikking heeft gesteld aan een groot gedeelte van de markt. Waardoor heel veel van de mediabedrijven en zo Bing zijn gaan gebruiken als een standaard Translator service. En waardoor ze dus enorm die dienst hebben kunnen ontwikkelen. Ja, interessant. Ja, denk het wel. Nieuwste versie heb je dus nodig. En wat je dus doet, is je kan een sectie van een document of een heel document in één keer naar één van die andere 60 talen vertalen. Online of via je documenten zelf. Kleine toevoeging. Andere, en dat is niet zo'n kleine toevoeging, is OneDrive Files on Demand. Klopt inderdaad. Ja, deze is groots aangekondigd ook op Ignite. En is eigenlijk meegekomen in de 17 oktober Fall Creators Update. En wat doet het? Wat het doet, het zorgt eigenlijk dat jouw pc tegenwoordig of laptop, die waarschijnlijk niet zoveel opslag heeft als dat je totale opslag is online, ja. Dat je een bepaalde selectie maar hebt op jouw pc. Oké, dus met andere woorden, ik heb een OneDrive en die OneDrive bij Microsoft heeft bijvoorbeeld voor 900 gigabyte aan documenten, allemaal foto's en films en weet ik veel wat. Dat staat allemaal online. Maar dat wil ik niet natuurlijk op elk device waarmee ik met Office 365 connect, wil ik allemaal synchroniseren. Klopt inderdaad. En... kon ik vroeger selecties maken, hè, wat ik wel en wat ik niet wilde synchroniseren? Ja, klopt. Hoe werkt dat nu dan? Nu heb je de mogelijkheid om
te zeggen van ik wil dit vuil offline hebben, dus ja, echt op bestandsniveau, ja, maar ook nog op mappenniveau. Okay. En wat je hier bijvoorbeeld ziet in de screenshot is dat er een 1,37 terabyte aan opslag is online. Ja. Maar je ziet dat er maar, even kijken hoor, want of we dat hier ook bij hebben staan. Ik zie hem hier net nul. Size on disk, nul. Ja, dus even ter illustratie van ja, er is geen opslag hier. Dus alles wat je aanklikt wordt rechtstreeks vanuit de cloud gehaald. Oké, dus in feite wat hij doet is binnen mijn File Explorer, en dus ook als ik in Word dat wil opstarten of zoiets dergelijks, zie ik al mijn bestanden die in Office 365 staan. Klopt. In SharePoint en in OneDrive. Ik zie al die bestanden die erin staan, maar die bestanden zijn niet lokaal op dat moment gedownload op je lokale computer. Klopt, inderdaad. En dan zijn vervolgens echt linkjes. Oké. Okay. En dan vervolgens kan ik per individueel document of per mapje aan documenten aangeven of ik die wel of niet continu wil synchroniseren met mijn lokale client. Klopt. En zelfs eventueel offline. Ja, en oké, okay, helder. Oké, okay, dus als we dan naar de volgende screenshot hier gaan, dan zie je hier een aantal mapjes. En dan vervolgens door met je rechtermuisknop op een bepaald document of op een bepaalde map te staan, kan je zeggen always keep offline. En dan zijn ze dus altijd ter beschikking. Dus als ik in een vliegtuig stap, waar ik niet altijd wifi heb, tegenwoordig natuurlijk steeds meer, dan is dat desbetreffende document gewoon voor mij ter beschikking als ik geen wifi tot mijn beschikking heb op dat moment. Precies. Oké. Okay. We krijgen een vraag van Hugo en Sander de Jong. Werkt dit ook in de klassieke weergave? Volgens mij staat dit helemaal los van welke weergave dan ook. Je bedoelt ook SharePoint weergave, hè? Ja. Ja, het staat helemaal los daarvan. Wat je wel nodig hebt natuurlijk is de nieuwste versie van Office. En je hebt de Windows 10 Fall Creator Update nodig. Met andere woorden, dit werkt niet met Windows 8 of Windows 7 of andere versies van Windows. Je moet echt die Windows 10 Fall Creator Update nodig hebben. Klopt, inderdaad. Anders werkt het gewoon niet. Nee. Gijs stelt ook een vraag. Bij het vorige webinar heeft hij gevraagd of het vanuit de tenant te beheren is. Het is nog niet mogelijk om een standaard aan te geven hoe er gezinkt moet worden. Klopt dat? Ik zit even te denken. Ik heb wel iets gezien, maar nog niet zo specifiek op dit gebeuren. Ik heb hem ook niet gezien. Dat betekent dat je dus de gebruikers, je laat het echt aan de gebruikers over. Wat je wel centraal kan beheren is of de functie aan of uit moet staan. De functie, deze functie is een functie van de OneDrive client of de OneDrive Sync client die lokaal op je computer staat. Inmiddels een GPO kan je aangeven of deze functie, dus de files on demand, wel of niet beschikbaar moet zijn voor individuele gebruikers. Dan hoeft een gebruiker het met andere woorden niet zelf aan te vinken. Als je het namelijk niet aanvinkt, is deze functie er überhaupt niet. Dus om een voorbeeld te geven, ik heb de Windows 10 Fall Creator Update op mijn lokale PC geïnstalleerd. Ik zorgde ervoor dat mijn Office de volledigste nieuwe versie had. Dat doet hij automatisch om de zoveel tijd, maar ik heb het even handmatig geïnvoked. En vervolgens moest ik nog steeds op mijn OneDrive Sync Client erin met mijn rechtermuisknop gaan staan en bij instellingen aangeven dat deze desbetreffende functie beschikbaar moest zijn. Dat kan je dus wel allemaal centraal beheren. Dat kan je allemaal centraal beheren. Ja. En je kan ervoor zorgen dat je dat middels een GPO uitrolt. Een ander aandachtspunt daarbij is dat een document wat je opent, wordt op dat moment altijd gedownload naar je lokale PC. Dat is noodzakelijk omdat het desbetreffende document in je Word natuurlijk bewerkt gaat worden. Er is geen mogelijkheid, zover ik weet, op dit moment, er is geen mogelijkheid, dat op het moment dat ik dubbelklik op een bestand, dat hij dan naar de Word Online versie toe gaat. Dus je downloadt het desbetreffende document altijd naar je lokale computer. Vanaf dat moment echter blijft die lokaal beschikbaar. Klopt, inderdaad. Ja, als offline versie. Je kunt dan wel, als je rechtsklikt op het bestand weer, kun je zeggen van ik wil hem weer niet beschikbaar hebben in lokaal. Ja. En dan synchroniseert hij, zover als hij al niet gesynchroniseerd is, want dan staat hij weer in de cloud alleen. En dan wordt hij weggehaald op jouw lokale schuif. Ja, maar dat moet je als gebruiker handmatig doen. Ja. Idealiter zou natuurlijk zijn, en die functie die heb ik niet gezien, die is er volgens mij op dit moment ook totaal niet. Maar dat gaan we checken, dat het desbetreffende document, nadat je het in Word bewerkt hebt, ook helemaal weer van je lokale computer verdwijnt. Dus dat die eigenlijk alleen maar offline automatisch ter beschikking is. Maar dat gaan we eventjes checken, Gijs. Goeie vraag.
Een ander belangrijk ding wat wel heel erg interessant is hieraan, is dat door deze functie in gebruik te nemen, wordt het bandbreedtegebruik verminderd. En dat is super interessant natuurlijk voor wat grotere organisaties, of eigenlijk elke organisatie met een gelimiteerde hoeveelheid bandbreedte. Want wat er normaal gebeurt, is zodra een bepaald document bewerkt wordt in Office 365, in OneDrive of in SharePoint Online, en bij wijze van spreken 10 gebruikers hebben dat desbetreffende document lokaal staan, gaat hij met al die 10 PC's, gaat hij een synchronisatie opstarten. Dat hoeft niet meer. Omdat eigenlijk al die bestanden puur en alleen maar online ter beschikking zijn. Dus ik denk dat dat een hele goede nieuwe toegevoegde waarde is. Absoluut. Ja. We hadden nog één screenshot, denk ik. Nee, deze hebben we al laten zien, hè? Oké. Klopt. Volgende toevoeging is My Analytics. En My Analytics is al heel lang beschikbaar als functie. Het is een onderdeel van E5, van je E5 licentie, of je moet het apart aanschaffen. Heb je dus geen Office 365 E5, dan heb je deze functie niet tot je beschikking, tenzij je hiervoor de aparte licentie hebt aangeschaft. Wat doet dat nou, My Analytics? My Analytics is een hele mooie toevoeging, ik vind het zelf een hele fijne toevoeging, waarbij gebruikers gecoacht worden in computergebruik. Eigenlijk zo effectief mogelijk computergebruik. Ik laat hier een aantal screenshots zien die vanaf mijn persoonlijke computer komen. En wat je hier ziet is dat ik allemaal tips krijg over hoe ik mijn dag productiever zou kunnen inrichten. Nou, ik bepaal uiteindelijk natuurlijk gewoon helemaal zelf hoe ik dat doe. Maar ze kijken wel naar wat doe je nou? Wat is je gedrag als eindgebruiker zijnde? En kunnen we je helpen om dat gedrag te veranderen? Of kunnen we je helpen om tips te geven waardoor je effectiever je dag door kan brengen? Dus bijvoorbeeld, een van de tips die ik kreeg. Ik heb gisteren de screenshot erin gezet, is dat van de 167 e-mailtjes die ik na werktijd vorige week ontvangen heb, van de 335 e-mailtjes of zo die ik vorige week na werktijd ontvangen heb, heb ik er 167 binnen 30 minuten gelezen. Eigenlijk is dat wel verschrikkelijk, maar goed. Dus 167 van die e-mailtjes, die open ik eigenlijk direct als ze binnenkomen en ik reageer erop of ik doe er iets mee. Dat is 63% van de e-mailtjes die ik dus binnen een half uur daadwerkelijk aan het lezen ben, zelfs na werktijd. En wat ze hier eigenlijk zeggen is van, is dat nou wel nodig? Nou, ik denk het niet, om heel eerlijk te zijn, ik vind het gewoon alleen leuk om dat af en toe te doen. Is het nou wel nodig en zou het niet veel relaxer zijn als je dat niet zou doen? Dus zo'n soort analyse wordt gedaan voor een individuele gebruiker en er worden tips gegeven over hoe je dat beter kan doen. Dus wat ze hier zeggen als tip is, zet je notificaties uit na werktijd. Hè? Dus dat je gedurende werktijd wel je notificaties krijgt, maar na werktijd die notificaties niet krijgt. En dan bijvoorbeeld eens per avond of twee keer per avond of zo. En toch nog een keer op je e-mail kijken, als je het überhaupt wil doen natuurlijk. En dit is echt persoonlijk. Ja. Jij wil in mijn productiviteit kijken, dan zie jij niet precies wat ik gedaan heb. Nee, collega's kunnen niet bij elkaar in hun productiviteit kijken. Beheerders kunnen niet bij de productiviteit van individuele gebruikers kijken. Het is dus echt iets wat puur op basis van je inlog weergegeven wordt. Het is dus niet zo dat je als manager of zo van een team bij alle mensen individueel kan gaan kijken en hun data kan uitlezen en vervolgens mensen terecht kan gaan wijzen over hoe ze wel of niet werken. Dus privacy technisch gezien helpt dat enorm. Omdat je daarmee eigenlijk ervoor zorgt dat je gebruikers een stuk privacy, ja. Privacygevoeligheid in ieder geval waarborgt. Ja. Andere overzichten bijvoorbeeld zijn hoeveel uren mensen nou na werktijd werken, met wie ze contact hebben en dat soort dingen. Waarom noemen we dit nou? Mindlytics is natuurlijk al een hele mooie toevoeging, maar ook daar hebben ze gewoon weer een hele hoop nieuwe updates gedaan. En een van die updates, en dat vind ik zelf een hele fijne update, is een time trend. Dat betekent dus dat je de mogelijkheid hebt om te zien wat er gebeurt over tijd heen en hoe zich jouw persoonlijke communicatie en productiviteit ontwikkelt. Dus bijvoorbeeld, over de afgelopen weken ben ik meer of minder gaan vergaderen. Over de afgelopen week heb ik meer of minder e-mails afgehandeld, of sneller, of trager, of wat dan ook. En op basis daarvan kan ik dus zien van, verandert er iets in mijn werkstijl? En een coach zou dat kunnen gebruiken om samen met jou bijvoorbeeld, moet hij wel door jou toegang krijgen tot die omgeving, om samen met jou te kijken van, hoe kan je nou je werk nog productiever indelen? Nou, time trend is er één, maar een ander is bijvoorbeeld je netwerk. Dus aan wie besteed je hoeveel tijd?
zet je aan bepaalde gebruikers juist heel veel tijd, of aan andere gebruikers juist misschien wel heel weinig tijd, hoe snel beantwoord je een e-mail, en zo worden de mensen met wie je communiceert in een soort ringen ingedeeld, en kan je op basis daarvan kijken van, joh, moet ik daar misschien verandering of zo voor mezelf in maken? Nou, ik zelf vind het heel moeilijk om hier iets mee te doen. De andere is wel een heel interessante. Ik merk dat heel veel van de projecten en de teams waar ik in zit, zitten of in Office 365 groepen of in Office 365 teams. En wat ik nu dus kan zien is elke vergadering die met zo'n groep gemaakt wordt, elke document wat erin uitgewisseld wordt, de e-mailtjes die erin uitgewisseld worden, of de informatie die erin uitgewisseld wordt, wordt allemaal ook geteld. En dan kan je dus zien aan welke groepen, aan welke projecten, aan welke teams je de meeste tijd besteedt en aan welke teams je de minste tijd besteedt. In dit overzicht bijvoorbeeld zie je dat van de onderste laag, de hele groene laag, zie je dat er heel veel tijd besteed wordt momenteel aan een launch van een bepaald product. Dus een bijvoorbeeld screenshot. Waardoor er minder tijd besteed kan worden aan andere dingen, zoals one-on-one meetings en dat soort zaken. Dus dat geef je inzicht in hoe je productiever kan werken. Ah, interessant. Ik had hem nog niet gezien. Nee, dit is een nieuwe functie, dus deze is net uitgekomen eigenlijk. Ja. Nice. Qua notificaties. Notificaties stel je doorgaans in op de telefoon zelf. Hè. Dus als ik bijvoorbeeld mijn notificaties wil verminderen door na werktijd minder te gaan doen, wat ik daarvoor gebruik, is ik gebruik ervoor de sleep functie van mijn iPhone, waardoor ik die notificaties allemaal uitzet eigenlijk. Volgens mij kun je dat niet doen via individuele applicaties zoals Outlook en zo. Nee, volgens mij kun je alleen zeggen van binnen deze tijd zijn mijn work hours. Ja. En dit zijn niet mijn work hours. Ja. En daarmee zou je het ophalen van je mail kunnen vertragen. Dus dat één ding waar ik wel echt expliciet even bij stil wil staan. En Marco vraagt er ook naar. Hele terechte vraag natuurlijk. Wat doet Microsoft bijvoorbeeld met dit soort gegevens? Kijk, je werkgever heeft geen toegang tot die gegevens. Ook je collega's hebben geen toegang tot die gegevens. Het zijn jouw persoonlijke gegevens. Daarnaast moet je op tenantniveau nog eens een keer aanzetten dat je wel of niet My Analytics wil gebruiken en dat je wel of niet die data wil gebruiken. Microsoft heeft natuurlijk wel al die gegevens, maar in de contracten die je met Microsoft gesloten hebt, staat heel duidelijk dat Microsoft alleen maar een dataverwerker is en geen data-eigenaar is. Dus Microsoft mag niks met die data doen. Ze mogen het niet gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, ze mogen het niet gebruiken om analyses op te doen, ze mogen er helemaal niks mee. Het is data die van jou is en niet van Microsoft of niet van je werkgever. Microsoft gebruikt het om dit soort overzichten en dit soort portals op aan te bieden. Maar het is gewoon een puur softwarematige verwerking. Maar vervolgens doen ze er eigenlijk helemaal niks mee qua inhoud. Ze mogen het niet. Contractueel is afgesproken dat ze het niet mogen. Doet Google dit wel? Ja, dat vind ik altijd moeilijk om daar uitspraken over te doen. Ik ben niet een hele grote Google-fan op het gebied van Google Apps. Ik vind Google Search geweldig, 10 keer beter dan Bing. Google Apps niet, maar dat heeft met allerlei soorten redenen te maken. En de ene keer hoor ik verhalen dat ze het wel doen, dat ze dit soort data wel gebruiken. Bijvoorbeeld om je aanbiedingen te doen of zoiets dergelijks, de andere keer niet. Ik weet het niet precies of Google dit wel of niet doet. Laten we daarvan wegblijven. Goed. My Analytics is overigens niet alleen maar beschikbaar in de browser, het is ook als onderdeel beschikbaar bijvoorbeeld van je Outlook-omgeving. Klopt, dat heb ik ook gezien. Erg mooi. De LinkedIn-profiles in Outlook zijn erbij gekomen. Wat je kunt doen is een connectie maken met je LinkedIn. Daaruit kun je gaan kijken van, als je iemand bezoekt, van ken ik die vanuit mijn LinkedIn-netwerk? Daar komen de skills bij te staan. Eigenlijk alles wat met dat profiel te maken heeft. Het zijn 2 gescheiden systemen. Ik heb het al een keer eerder aangegeven, maar het zijn echt 2 gescheiden systemen. En het is puur een link die gelegd wordt. Dus op het moment dat je inlogt in Google of Google, in LinkedIn, staat daar je data, maar dan kun je niet de data van Outlook zien. Ja. En andersom. Alleen je kunt wel zeggen van, ik wil de data weergeven, maar die komt dan echt uit LinkedIn. Oké, helder. Dus je maakt in feite een soort koppeling met LinkedIn en nadat je die koppeling gemaakt hebt, kan ik per persoon het profiel bekijken zoals dat in LinkedIn is opgebouwd. Ja, nou, klopt, vet. Inderdaad. Mooi. En dit is alleen de openbare data. Dus ja. Degene op LinkedIn zegt van, ik share dit. Ja. En dat is ook toegankelijk als iemand gewoon naar LinkedIn gaat. Als het dicht staat, dan zul je het ook niet hier zien.
helder. Het is nu beschikbaar voor Outlook on the web, of Outlook.com. Dat is eigenlijk puur voor de consumentenversie. Klopt. Dat betekent dat het ook binnenkort beschikbaar komt voor de zakelijke versies. Ja, klopt. Dat is inderdaad al aangekondigd. Nou, mooi. Maar in ieder geval, de functie is er. Vet, leuk. Mooi, een andere, en die is met name belangrijk voor mensen die zich bezighouden met adoptie. En dan in dit geval specifiek voor Yammer. Nou ja, Yammer, you hate it or you love it. Je gebruikt het als organisatie of je gebruikt het niet als organisatie. Wat wij zien is dat veel grotere organisaties het wel gebruiken. Naarmate een organisatie kleiner wordt, wordt het steeds minder en minder gebruikt. Maar binnen Yammer zien we dat dat dan weer met name gebruikt wordt als een company-wide portal waarin mensen ad hoc informatie met elkaar delen in allerlei soorten ad hoc groepen. Dit is geen discussie over wel of niet Yammer gebruiken. Nee. Maar puur als je dan Yammer gebruikt, om daadwerkelijk meer inzicht te krijgen in wat er dan daadwerkelijk gebeurt binnen Yammer. En in dit geval specifiek binnen Yammer groepen enzovoort. Precies, je ziet er echt wat meer. Je krijgt gewoon meer info van welke berichten worden nou veel gelezen. Waar is veel interactie op. Dus je krijgt meer inzicht in het geheel van Yammer. Hoe wordt het gebruikt? Okay. Dus wat er gemaakt is, zijn alle soorten overzichten gemaakt die in feite de gebruikers, of de beheerders misschien ook wel, of de adoptiemensen, de mensen die verantwoordelijk zijn van een bepaalde groep, kunnen helpen om inzicht te krijgen in het gebruik van individuele Yammer groepen. Klopt, inderdaad. Oké, okay, cool. En het is echt, deze week heb ik hem voorbij al zien komen. Hij kwam als een pop-up aan de rechterkant van kijk eens naar de insights. Ja. Maar je kunt ook via de group actions kun je gaan kijken naar de insights. Helder. De insights zijn beschikbaar voor alle mensen die van Yammer gebruik maken. Je moet wel rechten hebben op zo'n desbetreffende groep. Dus pas nadat je recht hebt gekregen op een groep, kan je daadwerkelijk zien wat er dan daadwerkelijk gebeurt. En het is meer metadata. Dus je ziet bijvoorbeeld hoeveel leden er zijn, hoeveel berichten die bekijken. En er wordt onderscheid gemaakt tussen leden en niet-leden. Yammer kent openbare groepen en bij die openbare groepen kunnen ook derden toegang nemen. Nou, daar wordt dus onderscheid naar gemaakt. Hè? Hoeveel mensen er zijn, hoeveel mensen de afgelopen maand hebben toegang genomen en dat soort dingen. Daarnaast hoef je niet onderdeel of niet een beheerder te zijn van Yammer. Je hoeft dus ook bijvoorbeeld geen toegang te hebben tot de Office 365 Admin Center. Het is echt puur direct vanuit Yammer dat dit soort gegevens worden weergegeven. Ja. En een van de mooie dingen is dat er dus ook bijvoorbeeld een historische opbouw mogelijk is. Je ziet dus over de afgelopen maanden, over de afgelopen 12 maanden, over de afgelopen dagen, zie je eigenlijk hoe die verschillende gebruiksscenario's zich verder ontwikkelen. Klopt inderdaad. Overigens, de insights die we hier zien, die komen straks ook terug in het analytics deel, dus waar Microsoft ook mee bezig is. Waarbij je met Power BI gaat kijken naar de usage. Ja, oké. Okay. Oh, dezelfde data. Hetzelfde data. Oh, wat goed. Ja. Nou, dat is mooi. Dus daar zou je ook je eigen overzicht in kunnen maken. Klopt, inderdaad. Oké. Okay. Volgende update is een security update. Het was al aangekondigd tijdens Ignite. En nu is de functie ook echt daadwerkelijk beschikbaar. En dat is de mogelijkheid om eigen keys toe te voegen aan Office 365. Met name voor de mensen die heel erg met security bezig zijn, of organisaties die in een zwaar gereguleerde sector zitten, is dit een super interessante functie. Want wat dit mogelijk maakt, is dat je je eigen key meeneemt naar Office 365. Die key die stel je vervolgens beschikbaar aan Office 365. En alle data wordt dus met behulp van die key geencrypt en gedecrypt. Verwijder je vervolgens die key vanuit je Office 365 omgeving, dan wordt alle data die in je Office 365 omgeving zit, wordt voorzien van encryptie. En er wordt vervolgens automatisch ook een verwijderproces opgestart. Dus nu zie je dat Microsoft met name eigen keys heeft. En met die keys worden alle Office 365 omgevingen voorzien van encryptie. Nu heb je dus de mogelijkheid om je eigen key mee te nemen, ter beschikking te stellen. En zodra je die key verwijdert, is alle data automatisch geencrypt. Kan dus niemand meer, niet van Microsoft, maar ook derde personen niet, kunnen erbij. En er wordt automatisch dat verwijderproces opgestart. Ja, en jezelf kan er ook niet meer bij. Dus als jij die key hebt, als je hem weghaalt, dan is het te laat. Dan is al je data weg. Ja. Althans, al je data is voorzien van encryptie. Klopt. Ja. En na 90 dagen wordt dan ook automatisch al je data verwijderd.
Dat is het standaard verwijderingsproces, zoals dat altijd gebeurt met klanten die stoppen met het gebruik van Office 365. Het verwijderen van de key wordt door Microsoft gezien als het stoppen met het gebruik van Office 365. Omdat alle data voor iedereen direct onleesbaar is geworden, wordt het in feite dus ook gezien als een soort abonnementstop, althans een stop van het gebruik van de data. Ja, inderdaad. De keys zet je in de Azure Key Vault. Dat is dus in een omgeving van Azure. En daar heb je de mogelijkheid om ook een on-premise server daarvoor in te zetten. Dus als je ook niet wil dat die key, dat je die uploadt in de Azure Vault, heb je de mogelijkheid om een eigen server on-premise neer te zetten. En dan wordt die key wordt gebruikt om toegang ertoe te nemen. Om deze functie te kunnen gebruiken, heb je een specifieke licentie voor deze toevoeging nodig. Of je gebruikt Office 365 E5, één van de twee. En dan heb je dus de mogelijkheid om je eigen keys toe te voegen. Daarnaast heb je een licentie nodig voor de Azure Key Vault. Maar goed, dat is volgens mij verwaarloosbaar. Ten opzichte van de kosten van een E5-licentie. Ja. Super. Er is een backup key beschikbaar. Dus op het moment dat je de toegang tot je key verliest als organisatie zijnde, omdat het mapje waarin je het hebt opgeschreven of zo door iemand per ongeluk door de shredder is gegooid, dan is er een backup key beschikbaar. En die backup key die wordt door Microsoft opgeslagen in een escrow-omgeving. En zo'n escrow-omgeving is gewoon bij een notaris. En die krijg je pas op het moment dat je als organisatie kan aantonen wie je bent. En die key mag dus ook niet aan Microsoft bijvoorbeeld gegeven worden. Omdat die notaris zich daartoe verplicht heeft. Zodra je de key verwijdert bij Microsoft, dus je eigen key verwijdert bij Microsoft, wordt ook de key bij de notaris automatisch verwijderd. Dus dan worden er eigenlijk twee verwijderingsprocessen zijn er op dat moment opgestart. Ja. Denk je dat de organisaties dit gebruiken? Ik heb nog niet gehoord, maar ik denk zeker dat het interessant is voor grote organisaties. Kleinere, denk ik, iets minder belangrijk. Het zou niet meer met de sector te maken hebben. Dus bijvoorbeeld organisaties in de financiële sector of in de zorg, of die heel veel te maken hebben met name privacygevoelige informatie. Daar denk ik inderdaad vooral in. Ja. Dat, zodra er inderdaad informatie van klanten sterk nog van personen zelf in staat. Ja. Ja, dan wil je dat weg kunnen hebben. Ja. En zeker als we naar GDPR kijken. Ja, absoluut. Ja, je hebt natuurlijk de nieuwe wetgeving. We hadden in Nederland hadden natuurlijk al de privacywetgeving, maar zeker vanaf mei volgend jaar met de GDPR of de AVG die op dat moment van toepassing wordt, denk ik dat het een mooie toegevoegde waarde is. Ja, absoluut. Goed, SharePoint. Hele hoop functies. Oh, we hebben nog één vraag. We gaan die vraag behandelen en dan gaan we een anonymous attendee. Ik weet niet wie de vraag stelt. Stelt de volgende vraag. Customer Keys werkt dus niet met een Office 365 E3-licentie. Nou, dit is wel grappig dat je deze vraag stelt. Hele goede vraag, hele terechte vraag. Een Customer Key werkt in basis niet met een Office 365 E3-licentie. Je hebt minimaal één gebruiker nodig die een Office 365 E5-licentie heeft. Want dan wordt die functie beschikbaar gesteld. Ik denk dat volgens de licentievoorwaarden alle gebruikers een E5-licentie nodig hebben of de desbetreffende add-on. Maar je hebt dus minimaal één gebruiker nodig die een Office 365 E5-licentie heeft, zodat je dit kan gaan instellen. Ja. Goed. Mooi. SharePoint. Ja, we hebben echt een hele gave functionaliteit in de modern list gekregen. Hij was natuurlijk vroeger al in de Classic View, waarbij dat je eerst kon je met een formule de weergave wijzigen, toen JS Link. En nu in de Modern View was het heel lang niet mogelijk. En daar is sinds afgelopen week, is daar in ieder geval in de first release, een update over geweest, waarbij dat je dus KPI's kunt gaan aangeven. En dat werkt allemaal op basis van JSON. Die voorbeelden die zijn ook beschikbaar. Die moet je dan wel aanpassen naar jouw smaak. En dan gaat automatisch je view er dus uitzien zoals in dit plaatje. Ja. En dat kan natuurlijk nog andere maatwerkstukjes zijn. Maar in dit geval is er bijvoorbeeld een KPI gemaakt voor done blocked in review. Maar ook bijvoorbeeld assign to en dan een mail-icoontje daarnaast. Nou ja, het is een begin wat er is gemaakt. Hè, ja. Maar met de JSON kun je nog veel meer. En dat zal in de tijd breder en breder worden.
Dus wat er in feite nu beschikbaar is, is een mogelijkheid om al mijn standaard SharePoint-lijsten te voorzien van allerlei soorten opmaken die voor onze organisatie van toepassing zou kunnen zijn. Ja, klopt inderdaad. Oh, vet. En je kunt, ik ga er morgen een blog over schrijven. Ja, heel goed. Heel goed. Andere functie die beschikbaar gekomen is SharePoint WebParts. Er is een uitbreiding gekomen met een aantal verschillende SharePoint WebParts. Een Power BI, een nieuwe Power BI WebPart, een Power Apps WebPart. Ik ga zo meteen zien waarom dat heel erg belangrijk is. En een Microsoft Forms WebPart. Klopt inderdaad. Ook aangekondigd op Ignite. Ja, zeker met Microsoft Forms, erg interessant. Denk hierbij aan het aanmaken van een nieuwe site. Kan via Microsoft Forms aangemaakt worden en dan met een flow geactiveerd worden. Oké. Okay. Ja, dus doordat je deze WebParts ter beschikking hebt, kan je allerlei soorten automatiseringsprocessen en zo met standaard Office 365 technologie oppakken. Ja, klopt inderdaad. En als je het over Power Apps hebt, kun je bijvoorbeeld een custom form maken, waarbij dat je dat vroeger deed in SharePoint Designer, ging je de velden juist recht zetten, kun je dat nu met Power Apps doen. Ja, dus met name belangrijk voor SharePoint beheerders en functionele SharePoint. Absoluut. Ja. Absoluut. En ja, er zijn er nu een aantal aangekondigd, maar er komen er nog veel meer. Ja, 250 in totaal. Ja. Wauw. Dus, en wat je ziet is ook dat daar connectors bij zitten. Dus bijvoorbeeld naar Twitter, waarbij je dus een Twitter feed op je pagina erbij kunt gaan zetten. Naar Salesforce heb ik gezien. Ja. Ik vraag me alleen af of alles van Microsoft zelf is, of dat het aangeleverd wordt. Ja, dat geloof ik niet. Dus dat is even de vraag. Ja, nou, heel goed. Dus een enorme uitbreiding van het aantal beschikbare webparts waarmee je je sites dus kan gaan aanpassen naar jouw specifieke behoeften. Dus eigenlijk waar het op neer komt. Klopt inderdaad. Ja. Connectoren naar Jira. Nou ja, ja, inderdaad, ook connectoren naar Jira. Sterker nog, op deze screenshot, eigenlijk is het een foto die we gemaakt hebben van een voorlopige tenant, zie je daadwerkelijk een screenshot naar Jira. Ja, dus ook naar Jira. En wat ook opvalt, en voor mensen die nu al met de Modern View werken, want dit zijn wel allemaal webparts die in de Modern View werken, niet in de Classic View, zie je ook dat het selecteren van de webparts veel breder is geworden. Je had eerst een kolom waar drie webparts stonden en dan zo onder elkaar. En nu is het zeg maar bijna pagina breed. En waardoor het veel makkelijker wordt om een selectie te maken. Ja, ja. Dus de weergave is gewoon natuurlijk. Ja. Ja, goed. Dus daar zitten echt wel heel grote voordelen in. Ja, super. Volgende wijziging die er aangekondigd is, of die er is, die er beschikbaar is gesteld. Voor mensen in First Release. First Release heeft een nieuwe naam, hè? Ja, Targeted Release. Targeted Release, dank je. Voor mensen die in Targeted Release zitten, wat dus vroeger First Release was, is de uitbreiding met Flow. Nou, Flow is denk ik een van de minst gebruikte producten, meest onderschatte producten samen met Power Apps in Office 365, of eigenlijk uitbreidingen ervoor in je Office 365 licentie. Omdat het eigenlijk allerlei soorten standaard werkprocessen, die je vroeger ging programmeren en zo, op een hele eenvoudige manier voor je kan automatiseren. Dus het is eigenlijk een soort workflow-systeempje standaard in Office 365. Nou goed, de uitbreiding die nu gekomen is, of een van de uitbreidingen die nu gekomen is, komt zo meteen nog eentje aan, is een aantal standaard flows. En een van de standaard flows die nu is toegevoegd, is het routeren van documenten voor controle. Eigenlijk send for review of vraag goedkeuring. Wat je daarmee kan doen, is daarmee kan je een document naar een derde persoon sturen en om goedkeuring vragen. Ja, zo'n flow, die standaard flow die gemaakt is, is vervolgens beschikbaar in elke document library die je hebt. En het is traceerbaar in zowel het SharePoint Admin Center als in het Flow Approval Center. Dus je flow basisstructuur kan je gewoon blijven gebruiken. Super interessant, want dit was ook iets wat miste in de Modern View. Ja. In de oude Classic zat het ook in. Ja. Alleen met deze functionaliteit wordt het ook steeds makkelijker. En je kunt deze volgens mij ook nog helemaal aanpassen naar jouw needs. Dus stel dat je drie reviewers hebt, dan kun je dat ook regelen. Ja, Flow, nogmaals, ben je een SharePoint-beheerder of werkt je organisatie veel met SharePoint? Kijk ernaar, want het is echt een hele mooie toevoeging om allerlei soorten processen te optimaliseren.
een van de andere uitbreidingen die erop gekomen is, en er is een hele trits met uitbreidingen op de flow gekomen, maar bij de meest belangrijke heb ik eruit gehaald, is de mogelijkheid om bij het opstarten van een nieuwe workflow, het opstarten van een nieuwe flow, eerst een aantal vragen te stellen aan de uitgebreider. Bijvoorbeeld in dit geval, als we naar new hires kijken, die moeten een laptop hebben, dat de vraag gesteld wordt van, joh, wat voor soort laptop moet zo'n persoon hebben, of wat voor soort device moet zo'n persoon hebben, een tablet, een laptop, of een desktop in dit desbetreffende geval. Dus het is een soort trigger, een soort extra formulier wat je kan gaan toevoegen, zodra je een flow opstart. Nou, die flows die kunnen op allerlei soorten manieren starten. Ze kunnen automatisch starten, ze kunnen op basis van een bepaalde trigger kunnen ze starten, of je kan ze handmatig starten. En het zijn allerlei soorten manieren dat je een flow kan starten. En dan kan je dus nu ook een soort formulier eraan toevoegen met allerlei soorten vragen. Een ander ding is, en dat is gekoppeld aan flow, of eigenlijk weer niet, is Power Apps. Power Apps is eigenlijk een aparte dienst, maar je ziet dat ze vaak hand in hand gaan met flow. En Power Apps kan je gebruiken om aparte apps te maken, waarbij je bijvoorbeeld SharePoint als onderliggende databron gebruikt, maar bijvoorbeeld ook Outlook of Exchange Online, moet ik zeggen, of Active Directory, of nou ja, goed, wel 150 andere onderliggende systemen, Jira, we hadden het er net even over, of Box, of nee, whatever. En Power Apps geeft je dan de mogelijkheid om heel snel, heel simpel, een bepaalde app te maken die op je mobiele telefoon beschikbaar is. Klopt, inderdaad. En je hebt een hele mooie screenshot uitgekozen. Deze screenshot is namelijk op basis van een lijst. En de lijst die bevat ook data van een geolocatie. En in deze Power App hebben ze de Bing Map gezet en de foto's van gebruikers. Dus ze hebben ook nog externe data gekoppeld in één en dezelfde lijst. Ja. Dus ja, dat is wel heel erg mooi dat dat nu mogelijk is. Ja, dus doordat WebPart beschikbaar gekomen is, kan ik dus mijn Power Apps die ik gemaakt heb, niet alleen maar meer op mijn mobiele telefoon of in een browser in het algemeen te kijken, maar ook in mijn SharePoint-lijst en mijn SharePoint-site. Klopt, inderdaad. Ja, heel vet, heel fijn. All right. Dan het SharePoint Admin Center. Ja, dat is een preview momenteel, dus die moet je ook echt aanvragen. Bij de meeste gebruikers die het aangevraagd hebben, komt in de rechterhoek try now. En het is echt een preview. Je ziet echt dat het nog lang niet klaar is, maar het geeft wel een goede indicatie. Mm. Je begint meteen, dit is de startpagina waarin dat je usage ziet van je SharePoint, je Teams en je Office 365 groups. Wat natuurlijk wel heel gaaf is, want dat konden we lange tijd niet. Hoe heet het? Ik zie hier nog snel een vraag tussen doorkomen. Kom ik zo op terug, inderdaad. Ook zie je meteen je messages en je service health van je SharePoint stuk. Als je naar je site management gaat, dan zie je daarin direct al je sites. Volgens mij hebben we ook een screenshot ervan. En kun je heel snel selecteren voor wie de groepseigenaar is of wat voor template dat er is gebruikt. Dus een Teams site, communication site of een Office 365 groep. Ja. Hoeveel ruimte dat ervoor gereserveerd is, wie de site owner is. En het is ontzettend snel. Dat viel me echt op. Het enige wat ik ook zag is dat het nog niet mogelijk is om hier bijvoorbeeld de sites te verwijderen. Nee. Dus dat kan nog niet. En wat ik ook zag in de settings is bijvoorbeeld dat je ook je lijsten kunt beheren. Ja. Alleen dat is nog zo minimaal dat ik dacht van, hier mis ik nog wel wat. Ja, volgens mij de volgende screenshot geeft een aantal van dat soort dingen aan. Hè? Je kan allemaal soorten extra instellingen doen die met name te maken hebben met compliance of beheer van die omgeving. In dit geval gaat het bijvoorbeeld over allerlei soorten instellingen waarmee je kan aangeven hoe mensen documenten kunnen delen met externen. Dit is tenant breed of SharePoint online breed. Je kan het ook instellen voor OneDrive of voor individuele SharePoint sites, waarmee je dus de mogelijkheid hebt om aan te geven welke site wel, welke site niet. Bijvoorbeeld extern gebruikers mogen delen. Device access geeft aan op wat voor manier ongemanaged devices toegang kunnen nemen tot je documenten. Mogen die bijvoorbeeld alleen maar via het web toegang nemen. Dus als ik ergens in een internetcafé zit, mag ik dan alleen maar via het web toegang nemen. Of kan ik dan documenten downloaden en zo. Moet ik moderne authenticatie gebruiken, ja of nee? Multifactor of wat dan ook. Hoe gaan we om met oudere Office applicaties? En een aantal algemene instellingen over je lists, je library, synchronisatie. En ga zo maar door. Al deze functies zijn nog wel relatief beperkt. Het is dan ook nog een omgeving die in preview is. Ja. En je gaf net aan, je moet die preview aanvragen. Waar vraag je die aan dan?
Dan moet ik even kijken, maar als het goed is, krijg je nog een mail van Tom straks. En ik zal zorgen dat daar de link in staat om aan te vragen. Oké. Okay. Dus dat is denk ik het makkelijkste, want je moet hem naar een e-mailadres sturen. Ja, oké, okay, perfect. Misschien kunnen we dat, dus dat doen we via Tom, maar verspreiden we dat nog eventjes? Ja, ja. Alright. Dat is het makkelijkste. Nou, helemaal goed. We lopen enigszins uit de tijd. Het is nu kwart voor. De volgende webinar is gepland op 5 december. En aangezien dat Sinterklaas is die week, hebben we besloten om nu op dit moment hem te verplaatsen. Dus we willen hem graag verplaatsen van 5 december, het webinar van volgende maand, naar 12 december. Met name om iedereen die vrijneemt op Sinterklaas ook daadwerkelijk de kans geeft om die dag vrij te nemen en de week daarna gewoon het webinar te kunnen volgen. In de e-mail die we sturen naar aanleiding van het webinar sturen we dus en de link naar het Preview Center van SharePoint, maar dus ook de nieuwe aangepaste data. Klopt. Ja, dankjewel voor het kijken en tot volgende maand misschien. Absoluut. Oké, fijne dag verder.